Goedenavond. De Brusselse scholen kampen met een groot lerarentekort. Sommige scholen dreigen zelfs te moeten sluiten. We hebben hier ook zo twee mooie kasten vol laptops gekregen. Dat is een heel mooi cadeau van onze minister, maar eigenlijk had ik liever leerkrachten in de plaats gehad. Daar waren onze kinderen veel meer mee geweest. Er worden opnieuw meer mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis. Alle winkels van warenhuisketen Lidl zijn sinds vandaag weer open. Tevreden dat er een akkoord is en belangrijk dat we structurele maatregelen hebben voor de lange termijn en dat vandaag alle winkels opnieuw open kunnen. En Club Brugge speelt op dit moment tegen Manchester City in de Champions League. Voorlopig is het 0-0. Fans kijken uit naar een volgende stunt. Welkom. Bijna 300 leerkrachten zijn er tekort. Bijna 300 contracten ook voor een voltijdse job. En toch raken de openstaande vacatures in maar liefst 6 op de 7 Brusselse scholen niet ingevuld. Liefst 92% van de leerkrachten in het Brusselse Nederlandstalige onderwijs komt bovendien uit Vlaanderen. Maar ook daar is er een lerarentekort. Veel leerkrachten verlaten het Brusselse onderwijs voor een job dichter bij huis. 4, 3, 2, 1. Goed. Bijna 30 kinderen zitten opeengepakt in een kleine ruimte. De lucht is muf, alhoewel de ramen openstaan. De school heeft de leerlingen van 2 klassen bij elkaar gezet. Van 4 klassen, van 5 en 6, hebben we 2 klassen moeten maken. Geef mij eens een werkwoord. Juf Charlotte is eigenlijk zorgleerkracht. Voor de klas staan deed ze liever niet. Ik heb 3 maandjes in de zorg gewerkt. Maar omwille van het lerarentekort heb ik mijn plaats dan even gelaten om een klas over te nemen. 6 leerkrachten zouden voltijds aan het werk kunnen in deze school, maar die zijn niet te vinden. Zwaar. Zwaar. Het is niet wat ik had verwacht van eerste jaar lesgeven. Ik doe het nog altijd heel graag, maar het is heel vermoeiend. Mentaal dan. We hebben heel wat kansarmoede. We hebben heel wat kinderen van lager opgeleide ouders. Vooral de startende leerkrachten merken we toch wel de tendens dat die heel snel afhaken, omdat die niet voorbereid zijn op de realiteit, op het echte werkveld. Niet juf Hooper, gewoon de vinger aan de lucht. Mocht juf Charlotte ziek worden, dan worden de kinderen nog verder verdeeld over de andere klassen. Resultaat, nog grotere klassen. Als ze zijn met veel, dan is het te druk om te leren. Ze opletten niet en er zijn kinderen die willen wel opletten. Dat stoort en daarna jouw toetsen zijn niet goed. Volgens de directeur heeft de overheid geen voeling met de basis. Over de digitale sprong bijvoorbeeld. Al die extra middelen, al die mooie sprongetjes die we krijgen, digisprong, bijsprong, zijsprong, is dat allemaal nodig? Weten we dat heel veel scholen in crisis zijn, moeten we niet teruggaan naar de basis? En de basis is uiteindelijk goed onderwijs bieden voor onze kinderen. Het Nederlandstalige onderwijs in Brussel is een gedeelde bevoegdheid van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weitz en zijn Brusselse collega Sven Gats. Minister Gats wil meer inzetten op Brusselaars. Zo zouden er meer kandidaatleerkrachten moeten komen uit Brussel om de lerarenopleiding te volgen. Maar dat is eerder een oplossing op lange termijn. We gaan ook meer mensen gericht aanschrijven. De campagne vorig jaar was algemeen. We hebben een goed bereik gehad. Maar we gaan nu echt moeten kijken met de scholen hoe we zij-instromers, hoe we gepensioneerde leerkrachten, hoe we ondersteuners echt makkelijker kunnen inschakelen. Dat zal niet voor iedereen lukken, maar we hebben nu ongeveer 300 mensen tekort op een goede 6000. Ik zou toch graag tegen het einde van het jaar, en zelfs vroeger, daarvan de helft al kunnen opgelost hebben. We moeten een concrete doelstelling hebben. En nog nieuws uit het onderwijs, want sinds de start van de coronacrisis is de leerachterstand bij 12-jarigen voor het vak Nederlands opgelopen tot 7 à 9 maanden. De eerste lockdown, 1,5 jaar geleden, deed ook de achterstand voor wiskunde en wetenschappen toenemen. Maar leerkrachten zijn er vorig schooljaar wel in geslaagd om die leervertraging te stoppen, ook bij kansarme leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Maar de sterkste wiskundeleerlingen zijn er wel op achteruit gegaan. Dat zegt Lieve Boeven, topman van het katholiek onderwijs.
De grote inspanningen van, leraren, van lerarenteams om die kansarme leerlingen aan boord te houden, die hebben gewerkt. Dat kunnen we vaststellen. Maar een leraar heeft maar 24 uur op een dag, heeft maar twee handen. En we merken toch dat de tendens dat we dan de sterkst presterenden minder meekrijgen, dat we die ook wel in de cijfers gezien hebben. Vandaar dat we ook met de pedagogische begeleiding onze scholen nu zullen adviseren om ook die groep extra te stimuleren. Tot daar het onderwijs. Alle Lidl-supermarkten zijn opnieuw opengegaan. Na 6 dagen staking bereikten vakbonden en directie afgelopen nacht een voorakkoord. Daarin zijn een aantal maatregelen afgesproken om de werkdruk te verlagen. Heel wat winkels waren de voorbije dagen gesloten. Gisteren nog bleven opnieuw 70 van de ruim 300 winkels dicht. Het is nog maar net open, want we zijn hier al een half uur, maar we staan babbelen en nu kunnen we binnen. En binnen is het personeel van Lidl opnieuw aan het werk. De rekken worden aangevuld. Sommige producten krijgen een scherpere prijs. Want ze moeten sneller verkocht worden omdat de winkel gisteren gesloten was. Na enkele dagen van sociale onrust zijn alle Lidl-winkels om 2 uur vanmiddag opnieuw open. Vakbonden en directie bereikten afgelopen nacht een akkoord. En daar zijn ze beide tevreden mee. Het is een gevoel van opluchting. Hè. De mensen zijn uiteindelijk al 5 dagen aan het staken, sommigen. Het is jammer dat dat zo moet verlopen. We zijn tevreden dat er een akkoord is en belangrijk dat we structurele maatregelen hebben voor de lange termijn en dat vandaag alle winkels opnieuw open kunnen. De voornaamste eis van het personeel was de werkdruk verlagen. En daarvoor komen er maatregelen. Eén daarvan, de uitbreiding van de zogenaamde vliegende ploeg. We hebben wat wij noemen een vliegende ploeg. Dat zijn collega's die filialen gaan ondersteunen waar afwezigheid is, bijvoorbeeld door ziekte. Die vliegende ploeg die wordt uitgebreid met 83 mensen. Dus die gaat van 140 naar 223 personen. De directie belooft ook een snellere instroom van nieuw personeel. En de taken van het huidige personeel worden eenvoudiger. Dat zijn eigenlijk allemaal heel kleine ingrepen die misschien minder visueel zijn voor de klanten, maar die enorm veel aandacht en veel werk geven aan het personeel. Bijvoorbeeld, het kerstmateriaal zal door externen gebeuren en niet door het eigen personeel. Allemaal die kleine zaken. De grote lijnen zijn afgesproken. De komende weken worden de details uitgewerkt. Op Brussels Airport kon al wie op zoek is naar werk in de luchtvaart terecht op een jobbeurs. Want jawel, ook in deze sector zit er opnieuw leven na de coronacrisis. Op en rond de luchthaven zijn er momenteel 400 vacatures die ingevuld moeten worden. En de belangstelling is groot. 2500 mensen konden zich inschrijven en ze beginnen zo de zoektocht naar een job op het tarmac. Talen zijn van belang. De customer service, de smile. Passagiers een leuke ervaring geven. Goede uitstralingen eigenlijk in verwelkomen. Ja, absoluut. Een goede uitstraling en een talenknobbel, inderdaad. Dat heb je nodig voor een job als check-in bediende op de luchthaven. Het is maar één van de vele vacatures die openstaan op Brussels Airport. Er zijn heel veel vacatures open, heb ik online gekeken. Iets van een 400-tal. Dus ik was heel nieuwsgierig. Ik werk zelf eigenlijk al op de luchthaven. Als steward, dus eigenlijk op de luchthaven zelf. Maar ik had graag eens een nieuwe uitdaging, want op de luchthaven kunnen verschillende kanten uit. En check-in was iets dat mij aantrok. En er zijn vacatures open, dus dacht ik van ik zal de stap nemen. En inderdaad, er zijn meer dan 400 openstaande vacatures. En daarmee zit de luchthaven opnieuw op evenveel jobaanbiedingen dan voor de coronacrisis, een teken van herstel. En vooral, het gaat hoofdzakelijk om vaste jobs. We zoeken naar een duurzaam job. Dat is het doel van Aviato. En als we kijken naar de vacature, het zijn eigenlijk fulltime job, vaste job. En de perspectieven zijn ook goed. Het is niet dat we denken dat er eigenlijk een dreiging nog is. Of nee, absoluut niet. Het is geen onbekend terrein voor u. Het is geen onbekend terrein. Maar je hebt nog nooit op check-in gewerkt zelf? Nog nooit. De luchtvaart komt met corona uit haar grootste crisis ooit. En op Brussels Airport verdwenen ruim 4000 jobs. Toch schrikt dat niemand echt af. Het is denk ik wel voor mij het moment, het is nu aan het stijgen denk ik. Als iedereen zich vaccineert, gaat er geen derde lockdown komen. Voor mij, dat is mijn mening, ik denk het toch. Ik ben eigenlijk niet zo bang. Ik zie geen enkele reden om te twijfelen aan de toekomst van de luchtvaart. Het zal anders zijn, we gaan misschien nooit meer helemaal de oude tijden kennen. Maar de luchtvaart blijft bestaan, daar ben ik zeker gerust in.
En dan de coronacijfers zelf. Ja, we horen het niet graag, maar de cijfers zijn wat ze zijn. Ze stijgen opnieuw en ook opnieuw sneller. Het aantal mensen dat een positieve test aflegt is op een week tijd met bijna de helft gestegen. We tellen nu zo'n 3000 nieuwe besmettingen per dag. Ook de ziekenhuiscijfers die volgen met een beetje vertraging de stijgende trend. Elke dag worden nu 73 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Allesamen liggen nu 914 covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 23% in vergelijking met een week eerder. En het is ook het hoogste cijfer in 4 maanden. 229 covid-patiënten hebben intensieve verzorging nodig. En de stijging van de ziekenhuiscijfers, ja, die merken ze ook in AZ Groeningen in Kortrijk. De hoofdgeneesheer van AZ Groeningen in Kortrijk checkt de opnamecijfers voor COVID. Vandaag liggen hier 23 patiënten, het dubbel van 2 weken geleden. U kan zien op de grafiek dat we in de eerste golf een heel eind hoger gegaan zijn, in de tweede golf zelfs nog hoger. Maar we zien toch weer een toename. Meer en meer kamers op de aparte COVID-afdeling van het ziekenhuis zijn opnieuw bezet. Dokters en verpleegkundigen moeten weer eens een tandje hoger schakelen. Maar de situatie is toch anders dan een jaar geleden. We zien nu toch ook wel wat gevaccineerde patiënten. Dus de patiënten die op intensief liggen zijn niet gevaccineerd. Maar degenen die gewoon gehospitaliseerd zijn en positief testen, daar zijn veel gevaccineerden bij. Maar we zien ook dat de symptomen veel, veel milder zijn. Dus absoluut niet te vergelijken met wat we in de eerste en tweede golf gezien hebben. Ook in andere ziekenhuizen in West-Vlaanderen en Limburg zijn er stevige stijgingen. Die provincies hadden erg lage cijfers tot nu toe. Het is dus een inhaalbeweging. Maar toch blijven ze hier alert. Als er nog veel meer opnames bijkomen, zal de gewone zorg herbekeken moeten worden, omdat er geen personeel genoeg zal zijn om alles te doen. Het is de drukste tijd van het jaar die aanbreekt. In ziekenhuizen is dat typisch vanaf oktober tot maart drukste piek. Tweede probleem, we hebben ook veel verpleegkundigen die uitvallen, niet omdat ze ziek zijn, maar omdat ze in quarantaine gezet worden. Bijvoorbeeld ook omdat ze positief testende huisgenoten hebben. En daarmee komen we nu nog aan net voldoende personeel om onze normale reguliere zorg op het vereiste niveau verder te zetten. Viroloog Steven van Gucht is niet verrast door de stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Maar reden tot grote ongerustheid is er volgens hem niet, want deze najaarsgolf was verwacht, zo zegt hij. Het ziet er wel naar uit dat de cijfers gaan blijven stijgen nu en dat we toch wel die najaarsgolf gaan meemaken nu. En hoe erg is de situatie dan? Wel, voorlopig valt dat nog redelijk mee. We zien die besmettingen wel snel stijgen. We zien ook de ziekenhuiscijfers stijgen, maar we zitten nog altijd op een niveau dat beheersbaar is voor de ziekenhuizen. Op intensieve zorgen worden momenteel 230 bedden ingenomen. Dat is zo'n 11% van de maximumcapaciteit. Daar is nog wel wat marge en ik vermoed dat we die marge ook wel gaan gebruiken. Maar ik hoop wel dat we op een niveau blijven steken dat het nog altijd doenbaar blijft voor de ziekenhuizen. Vooral ook om die niet-covid-zorg te blijven garanderen. Ze zullen veel werk hebben, dat is duidelijk, maar ik hoop wel dat we tijdig gaan aftoppen. Ja, wij kennen de coronapas intussen. En om het aantal coronabesmettingen te beperken, gaat nu ook Marokko het gebruik ervan sterk uitbreiden. Vanaf donderdag heeft iedereen die naar het buitenland op reis wil een vaccinatiebewijs nodig. Dat is ook verplicht voor alle activiteiten binnen en voor lange verplaatsingen binnen de landsgrenzen. Vergeleken met andere landen op het Afrikaanse continent hebben relatief veel Marokkanen al een vaccin gekregen. Ruim 56% van de bevolking is er intussen volledig gevaccineerd. Ta-ta-ta-ta. Wat is dat? Kijk eens aan. Wow, wat een mooie vaas. Ja, heel mooi. Ja, mooi, hè? Heb ik net gekregen. En ik waarschuw jullie, als er iets met die vaas gebeurt, dan zijn jullie nog niet jarig, hè? Sien Diels, ze is overleden. De Vlaamse actrice zit in het collectieve geheugen van generaties Vlamingen en Nederlanders. Als het personage Sien uit het kinderprogramma Sesamstraat. Een rol die ze maar liefst 36 jaar speelde. Ah, die Sien. Nee, Sien. Dat is de bel niet. Waar is de bel? Midden jaren 70 maken Vlaanderen en Nederland kennis met het kinderprogramma Sesamstraat. Het personage Sien deelt er lief en leed met bekende figuren als Tommy, Pino en Ine Mini. In haar rol zit een diepere laag. Toen werd er nog vrij veel de nadruk gelegd op het roldoorbrekende.
Dus niet mama altijd die bij de vaat staat en papa die de krant leest. Dus in het begin van de opnames stond ik heel vaak met hamer en spijker te kloppen. Zo, doe jij ook een sjaal om, Pido? Sien is onafhankelijk en heeft een winkel. Tegelijkertijd is ze ook een moederfiguur. Met Pino heeft ze soms filosofische gesprekken, ook over de dood. Dat als ik dood ben, dan ga ik ook onder de grond. Ja. Ja, en dan is de grond een soort dekentje voor je. Maar Pino, dat duurt nog heel lang, hoor. Ja, en waarschijnlijk ga ik eerder dood dan jij. Echt? Ja. Dat is stom. Ja, ja, maar daar kunnen we niks aan doen. Stom. Ja. Hey, Sien, als jij doodgaat, ja? dan doe ik jou een sjaal om tegen de kou. Ah, Pino, dat is heel lief van je. Dank je wel. Ja. De actrice kruipt 36 jaar lang in de huid van Sien en speelt ook gastrollen in VRT-series, zoals Heterdaad, Flikken en Thuis. En ik hoop echt dat je samen opnieuw gelukkig zult zijn. Sien Deels is 74 geworden. Sien, hè? Sien houdt van ons allemaal. Ja? Ja. En wij houden allemaal van Sien. Ja. Ja, Sien Deels, een mooi eerbetoon. En u heeft het mogelijk al gehoord op uw radio. Het verkeersnieuws is gewijzigd. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw was het bulletin vooral gericht op de auto. En daar is vandaag verandering in gekomen. Tijdens de spitsuren zullen de radionetten van VRT, Radio 1, Radio 2, M&M en Studio Brussel voortaan ook fietsers waarschuwen voor werkzaamheden of voor andere problemen op hun route naar het werk. De Fietsersbond waarschuwt voor geparkeerde vrachtwagens op het fietspad langs de Koning Boudewijnlaan in Olen. Uitkijken daar. Zo klinkt de verkeersinformatie vanochtend op Stubru met voor de eerste keer een waarschuwing voor fietsers. Er komen meer fietsers, dat is duidelijk. Meer fietsen, meer fietssnelwegen. Op zo'n fietssnelweg kom je in de herfst al snel een obstakel tegen. Of in de zomer bijvoorbeeld. En dan is het wel belangrijk om ook die fietsers, net zoals automobilisten, te gaan waarschuwen. En dan wil ik hier in... op de N5 zelf een probleem melden. Via de Fietsbond-app kunnen fietsers zelf doorgeven welke obstakels ze op hun route tegenkomen. Iedereen die inlogt op de app kan die informatie bekijken. De verkeersredactie zelf selecteert er een aantal problemen uit. Dat kan gaan van een omgevallen boom na een herfststorm of een glad wegdek of werkzaamheden waardoor je moet omrijden. En op de Hundelgemse Steenweg in Ledenberg bij Gent moeten fietsers door werkzaamheden en omleiding in de richting van het centrum volgen. Ook op basis van politieinformatie, zoals dit Twitterbericht over de fietstunnel in Antwerpen, meldt de verkeersredactie obstakels. Het verkeersnieuws voor fietsers zit in een beginfase en wordt volop verder uitgewerkt. Maar deze waarschuwing geldt nu al. We willen zeker niet aanmoedigen om het bulletin op de fiets te luisteren. Dus ik raad aan om voordat je de fiets opstapt, nog eens te luisteren naar waar je een obstakel kan tegenkomen. En zo ben je ook gewaarschuwd onderweg. En dan heb ik een bijzonder bericht, want op de Zillebekenvijver, een vijver vlakbij Ieper, is een bijzondere gast neergestreken. Het gaat om Flammy, een vrouwtjesflamingo van iets meer dan 1 jaar oud. En zij is ontsnapt uit het dierenpark van Bellewaerde, enkele kilometers verderop. Wellicht is ze geschrokken van iets en weggevlogen. In Bellewaerde hebben ze normaal gezien 31 flamingo's, maar nu dus tijdelijk eentje minder. Flammy is nog niet helemaal roze, omdat ze nog zo jong is. Omdat ze in het wild de winter niet zou overleven, zal de komende dagen en weken geprobeerd worden om Flammy te vangen. Maar voorlopig geniet ze dus nog nietsvermoedend van haar vrijheid. Powtórzę jeszcze raz. Najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej jest konstytucja. Wyprzedza ona inne źródła prawa. Od tej zasady nie może odejść żaden polski sąd, żaden polski parlament i żaden polski rząd. U hoorde het. De Poolse premier Morawiecki houdt voet bij stuk. In het Europees Parlement heeft hij de recente beslissing van het Poolse grondwettelijke hof nog maar eens verdedigd. Het hof heeft enkele bepalingen van het Europees verdrag in strijd verklaard met de Poolse grondwet. Morawiecki kreeg veel kritiek van de parlementsleden. Ze vinden dat Polen op deze manier de Europese Unie van binnenuit bedreigt. Unia nie rozpadnie się od tego, że nasze systemy prawne będą się od siebie różnić. Funkcjonujemy w taki sposób od 7 dekad.
Europa moet zich niet te veel bemoeien met Poolse rechtbanken, vindt de Poolse premier. Maar daar denken deze Polen toch anders over. Bij hen een rechter die vorig jaar geschorst werd omdat hij een arrest van het Europese Hof van Justitie wou toepassen. Ta niespełniająca standardów sądu Izba Dyscyplinarna, zawieszając mnie, jednocześnie pozbawiła mnie 40% wynagrodzenia. Every second week some kind of judges suffer disciplinary proceeding or a pre-disciplinary proceeding because they just implement European law. Polen werd hier dus al voor veroordeeld door het Europees Hof, maar nu zegt het Poolse grondwettelijk hof, met rechters die door de huidige regering zijn aangesteld, dat Europa er niets aan te zeggen heeft. The sinister game that you are playing is very clear. So the way to eliminate the decisions of the European Court of Justice is to take with the politicized Constitutional Court of Poland a decision that the ECJ has no longer a right of decision in Poland. Het is een bedreiging voor Europa in zijn geheel. Europese subsidies mogen en kunnen niet vloeien richting landen waar regeringen de regels van de club bespotten en zelfs openlijk ontkennen, zoals u hier vandaag, premier Morawiecki. Het kan niet dat er Europese middelen blijven gaan wanneer er naar Polen wanneer er geen respect is voor de rechtsstaat. Nie zgadzam się na to, by politycy szantażowali i straszyli Polskę. By szantaż stał się metodą uprawiania polityki wobec któregoś z państw członkowskich. Tak nie postępują demokracje. Wij gaan naar onze Europa-kenner, naar Rob Herbout. Ja, Rob, het lijkt erop dat Polen zich wil onttrekken aan de Europese wetgeving. Waarom zou het land dat willen? Wel, de Poolse regering zegt eigenlijk dat ze zich wel willen houden aan de Europese wetgeving, maar dat de Europese wetgeving en de Europese rechters in Luxemburg, dat die soms te ver gaan, dat die te veel macht van de lidstaten willen afnemen en dat dat dan in strijd is, in dit geval volgens hen, met de Poolse grondwet. Het Poolse grondwettelijk hof heeft de Poolse regering gelijk gegeven. En dat botst frontaal met een totaal andere visie die overheersend is in, ja, hier in het Europese parlement, maar ook bij de Europese Commissie en bij de lidstaten. Ja, die zegt dat de lidstaten eigenlijk ook een aantal Europese principes moeten naleven. Bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En wanneer daar problemen rond zijn, dat er daar een scheidsrechter is in Luxemburg, het Europese Hof, die moet kunnen ingrijpen. Die twee visies botsen frontaal. En ja, de meningen daarover zijn heel uiteenlopend. Ja, Rob, we hoorden in jouw reportage dat Polen riskeert om de Europese subsidies, om zijn Europese subsidies, te verliezen. Hoe belangrijk zijn die subsidies voor het land? Wel, Polen heeft een plan ingediend bij de Europese Commissie om 36 miljard euro te krijgen uit het Europese coronaherstelfonds. Maar de Commissie heeft dat plan nog niet goedgekeurd, precies omdat die hele discussie loopt over de rechtsstaat in Polen. Daarnaast zijn er ook nog ongeveer 120 miljard euro subsidies die Polen kan krijgen uit de gewone, traditionele Europese begroting. En daar zou de Europese Commissie kunnen tegen optreden, een juridische procedure kunnen opstarten om te beletten dat sommige van die fondsen in Polen terechtkomen omdat er problemen zijn met de rechtsstaat. Hier in het Europees Parlement vindt de meerderheid dat de Commissie de stap moet zetten. Ook België, Nederland en Luxemburg zijn van mening dat de Europese Commissie alle mogelijke hefbomen moet gebruiken om Polen onder druk te zetten. Maar de Europese Commissie zegt dat ze gaat optreden, alleen ze zegt niet wanneer ze dat gaat doen. Dat toont aan hoe gevoelig dit punt is. Sommige lidstaten, niet onbelangrijk, bondskanselier Merkel bijvoorbeeld, vindt dat het probleem via dialoog met Polen moet worden opgelost en niet door de zaak op de spits te drijven. Lidstaten hebben natuurlijk ook Polen nodig voor allerlei andere problemen, zoals het migratieprobleem, het klimaatvraagstuk. Dus misschien speelt dat ook een rol. De kwestie ligt heel gevoelig en zal wellicht ook te sprake komen op de Europese top van de regeringsleiders donderdag en vrijdag in Brussel. Ja, een moeilijke en gevoelige kwestie. Dankjewel, Rob, voor je duiding hierbij. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sami Meri, is in Albanië voor de start van een grootschalige ontradingscampagne. Op die manier wil hij Albanese duidelijk maken dat ze niet illegaal naar ons land moeten komen. Albanië ligt wel in Europa, maar is geen lid van de Europese Unie. Werken en wonen in ons land kan dus enkel onder strikte voorwaarden. En asielaanvragen heeft ook weinig kans op slagen.
Toch wagen veel Albanese die kans. Dit is de luchthaven van Tirana. Albanese kunnen van hieruit zonder visum vliegen naar een EU-land zoals België. Maar de andere voorwaarden, bestaansmiddelen, reisdoel, geen signaleringen in SIS, dat is een probleem voor veel Albanese. Vandaar dat we hier ook zijn om de correcte informatie te geven aan de mensen, zodat ze zich erop kunnen voorbereiden. De voorbije 30 jaar is ongeveer 1 op de 4 Albanese vertrokken om in het buitenland te gaan wonen. Maar het land wil lid worden van de EU en daarom zijn tal van hervormingen doorgevoerd. Intussen wordt het ook beschouwd als een veilig land. Zo goed als niemand die asiel aanvraagt in België krijgt uiteindelijk asiel. En Albanië zit in de top 6 van de herkomstlanden van de mensen die asiel aanvragen in België. Samen met Afghanistan, Syrië, Somalië, Eritrea. Ja, het hoort daar eigenlijk ook niet thuis. En dat moet je hier ook wel uitleggen, dat asiel aanvragen niet bedoeld is voor mensen die denken dat ze betere levensomstandigheden willen in België en dat ze zomaar kunnen komen werken door aan de deur van Klein Kasteeltje aan te kloppen en asiel aan te vragen. Toch blijkt uit onderzoek van de Internationale Organisatie voor Migratie dat nog altijd een meerderheid van de jongeren weg wil naar een EU-land. Daarom start hier volgende maand een campagne met graffiti en affiches in het straatbeeld, maar ook op nationale televisie en op sociale media zullen influencers uitleg geven over irreguliere migratie en de gevolgen daarvan. Ze zullen de nadruk leggen op de kansen die hier in Albanië zelf te krijgen zijn. The key message is Albania is you, Shqipëria jeti. It doesn't work with the negative messages, but it has to be focused on alternatives. It has to be provided opportunities. So the language should be a positive one in order to have impact in the people that you are trying to reach. De akkoorden voor gedwongen terugkeer met Albanië werken goed, maar het doel van de campagne is om vertrekken zonder toestemming te voorkomen. In Den Haag, in Nederland, zijn 3 tieners opgepakt in verband met de dood van een dakloze man. Die kwam in de wijk Eipenburg in het oosten van Den Haag onder een tram terecht. Getuigen zeggen dat de jongeren de man geduwd hebben. Het incident deed zich gisteravond voor omstreeks 9 uur. De hulpdiensten konden de zwaargewonde man niet meer redden. Hij overleed ter plaatse. Gisteravond nog meldde een jongen van 15 zich bij de politie. Vanochtend ook nog een andere jongen van 15 en één van 18. Ooggetuigen zeggen dat personen met hoodies de man een duw hebben gegeven en het daarna op een lopen zetten. Ongelooflijk, die jongen, ze hebben die man geduwd, they pushed him. En daarna kwam heel veel ambulance, politie. Of ze de daklozen inderdaad geduwd hebben, wil de politie niet bevestigen. De 3 jongeren zijn gearresteerd en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Volgens het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap heeft het communistische Noord-Korea vanuit een onderzeeër een ballistische raket afgevuurd. En die zou terechtgekomen zijn in de Oostzee, ook wel bekend als de Zee van Japan. De Verenigde Naties verbieden Noord-Korea om zulke ballistische raketten te testen. Want op zo'n raket kan een kernkop gemonteerd worden. De Japanse regering protesteert tegen de lancering. わが国と地域の平和と安全を脅かすものであり、これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、我が国を含む国際社会全体にとっての深刻な課題です。またこのような弾道ミサイル発射は関連する安保理決議に違反するものであり、極めて遺憾です。 Straks hebben we het nog over de straffe nieuwe Belgische film Un Monde. Over een meisje van wie de broer gepest wordt op school. Dag Ruben, jij komt met een belangrijke afspraak voor Club Brugge vanavond. Want ze zijn op dit moment aan het spelen tegen Manchester City. Ja, absoluut. En dat is na PSG de 2e grote klepper die Club Brugge thuis mag ontvangen. En dat was er uiteraard ook aan te zien vooraf. Hier leeft een supporter dagen, zo niet weken, naartoe. En dus waren er ook velen al op tijd bij in de latere namiddag. Druk en over de kop lopen in de straten om Jan Breidel. Match uiteraard ook al om 7:15. Dat scheelt. Alles rustig en in een goede sfeer.
de uitdaging voor club na 3 speeldagen ongeslagen blijven in de groepsfase van de Champions League. In het huidige format lukte dat nog nooit voor een Belgische ploeg. En we gaan meteen eens polsen inbruggen of ze nog altijd op schema zitten bij Wouter Smet. Goedenavond. Jij moet helaas verplicht buiten het stadion staan voor jouw interventie. Bijna aan het eind van de eerste helft. Praat ons even bij. Wat is er al gebeurd? Maar het is 0-1 voor Manchester City, Ruben. Een doelpunt dat er al een hele tijd zat aan te komen. Het is Manchester City dat de hele wedstrijd domineert, al van bij het begin. Er was eerst een afgekeurd doelpunt van Laporte. Nipt buitenspel, maar terecht afgekeurd. En na een half uur viel dan toch het eerste doelpunt van Cancelo. En nu net is het 0-2 geworden en dat is een logische tussenstand. Ja, en dat is gebeurd op strafschop. 0-2 op slag van rust. Echt beter of slechter, liever kan je de helft of de rust niet ingaan. Club en City die, zijn allebei uiteraard verplicht van punten te pakken, vooral City dan. Zijn ze op hun sterkste aan de wedstrijd begonnen, Wouter? Ja, Pep Guardiola, de sterrencoach, heeft een sterrenteam op het veld gezet met onder andere Kevin De Bruyne, de man die wij natuurlijk het meest in de gaten houden, natuurlijk de Rode Duivel, die hier voor het eerst in zijn carrière met een buitenlandse club tegen een Belgische club speelt en duidelijk de bovenhand heeft met zijn team tegen Club Brugge, dat volgens Philippe Clément ook op zijn sterkst zal spelen, zal hij denken. Want het is zonder Ruud Vormer, dat is de man die vorige vrijdag 2 keer scoorde in de competitiematch tegen Kortrijk, maar die zoals in de vorige 2 Champions League wedstrijden op de bank begint. Hij zal waarschijnlijk vinden dat de club niet op zijn sterkst begint en Philippe Clément wel. Hoe dan ook, het is 0-2 met nog een paar minuten te spelen in de eerste helft. Ja, het was een strafschopdoelpunt van Mares. Dankjewel, Wouter. En voor wie het verder volgen wil, dat kan uiteraard via sporza.be of Radio 1. Nog meer lekkers vanavond in het kampioenenbal. Ook Real Madrid speelt tegen Shakhtar Donetsk met Thibaut Courtois, maar zonder Eden Hazard. Die is niet fit. Helaas alweer niet fit. Dat wordt stilaan zorgwekkend. Ook het derde seizoen van Hazard bij Real Madrid begint dus moeizaam. Maar zijn trainer Carlo Ancelotti zet hem uit de wind en gaf gisteren kort wat uitleg over de situatie van Hazard. Ik denk dat het meest van todos is Hazard. Hij is cansado de tener este pequeño problema. Está trabajando en esto. No ha tenido una lesión, ha tenido una sobrecarga que no le puede permitir de ser disponible para este partido. In Olympia, en dat zijn we in Griekenland, is de Olympische vlam vertrokken richting China. Daar starten de winterspelen over exact 107 dagen in Peking. Peking is de eerste stad die naast de zomerspelen in 2008 ook de winterspelen ontvangt. Opvallend transfernieuws in het wielrennen. Victor Kampenaerts keert terug naar het oude nest, naar Lotto Soudal. De ploeg waarbij hij het werelduurrecord heeft gevestigd in 2019. Daarna via de achterdeur verdwenen. Het water leek een tijdje te diep, maar kijk, ondertussen heeft men een brug gevonden. En dat voor 3 seizoenen. Kampenaerts heeft zich ontwikkeld tot een aanvalslustige renner voor het eendagswerk. En daar plukt hij nu de vruchten van. De Lottobende is deze dagen samen in Limburg in de gebouwen van de fietsensponsor, die het team overigens ook de komende 4 jaar trouw blijft. En bij zo'n eerste ontmoeting van renners en personeel mag er, zeker nu in de herfst, wel eens op café worden gegaan met een verrassing. Want kijk, verloren zoon Victor Kampenaerts is terug, al moet hij wel even wachten op applaus. Ik ben hier absoluut niet mee. Slechte gevoelens vertrokken bij Lotto. Dus dat was ook helemaal geen probleem om hier met goede gevoelens terug te komen. 2 jaar geleden verbeterde hij het uurrecord en was Kampenaerts echt een toptijdrijder. Nadien koos hij resoluut voor de aanval. Een type renner dat Lotto goed kan gebruiken. Het is een echte baroudeur en heeft die bravoure dat we hebben nodig. En we weten dat Victor, het is een mooie renner, het is een kampioen, maar het is ook iemand die heel veel brengt in de groep. Ik denk dat ik hier wel een bepaalde vrijheid krijg. Ik benader de sport graag een beetje op mijn eigen manier. Een beetje out of the box. En daar staan ze hier zeker voor open. Kampenaerts won dit jaar een rit in de Giro. Maar hoe ver reiken nu de ambities in de klassiekers? Ik denk momenteel dat een ronde van Vlaanderen of een Parijs-Roubaix misschien iets te hoog gemikt is. Maar in die wedstrijden tot 200 kilometer denk ik dat als alles meeziet, dat er wel iets mogelijk moet kunnen zijn. We
gaan volgend jaar zien. De comeback van Xavier Malisse in het dubbelspel. Tweevoudig Olympisch kampioen Andy Murray. Zizou Bergs als enige Belg op de hoofdtabel. Dat zijn grosso modo de ingrediënten van het tennistoernooi van Antwerpen dat vandaag is begonnen. De aftrap op, of opslag, zoals je wil, werd gegeven met een aangekondigde stunt. Het oordeel over dat stuntgehalte laten we uiteraard in het midden. Zie, ginds komt de motorboot met Dick Norman eraan. De toernooidirecteur brengt ons een portret van zichzelf om op te slaan. Door drie spelers, met onder meer de Belg Zizou Bergs in het midden. En hoe waaien de ballen mooi heen en mooi weer. We zijn blij dat met dat corona safe ticket dat we heel veel supporters mogen hebben. De zaal mag vol. En we hoeven ook geen mondmaskers te dragen. Dus alles verloopt veilig. Andy Murray is de grote vedette. Tweevoudig Olympisch kampioen, drie Grand Slams. En twee jaar geleden won Murray in Antwerpen na een heel moeilijke periode vol met blessures en operaties. Coming back here after what happened last time, you know, obviously I have great memories. That it was, yeah, kind of like a new start for me. You know, I didn't know at that stage if I was going to be able to compete at this level. Murray is intussen 34 jaar. Winnen? Nee, dat lukt niet meer zo goed als in zijn topperiode, maar de motivatie en het spelplezier heeft hij wel nog. You know, if I was in my mid-20s and I'd been having the results like I'd been having, I don't think I would have dealt with that so well back then. But now, yeah, a little bit more relaxed away from the court. But when I'm on it and competing, and yeah, I'm still the same person. Oh ja, mocht u het zich afvragen, de toernooidirecteur heeft al die gemiste ballen netjes zelf uit het water gevist. Opgeruimd staat netjes. En Murray is ondertussen bezig aan zijn eerste wedstrijd daar in Antwerpen. Neemt het op tegen de Amerikaan Francis Tiafoe. Nummer 48 op de wereld en Murray heeft het niet onder de markt. De Amerikaan heeft een antwoord op de slagen van de Britten. Laat bij moment mooi tennis zien. Heerlijk dropshot, waar de ex-winnaar in Antwerpen geen verhaal heeft. Murray staat 5-4 achter in de eerste set. We eindigen niet min vandaag met een straffe gast die een straffe prestatie heeft geleverd. André Marcato, die heeft er net een loopwedstrijdje van bijna 5000 kilometer op zitten. En alsof dat nog niet onwaarschijnlijk genoeg was, de deelnemers legden telkens hetzelfde blokje af. Van net geen kilometer in New York. Ja, dat bestaat dus. En de winnaar is dus een Italiaan, heet André Marcato, man van 39, volgt zowaar zichzelf op. Nu was hij bijna 43 dagen onderweg. Dat is elke dag 116 kilometer. Bijna drie marathons dus. Dat is niet alleen fysiek, maar ook mentaal gekkenwerk. Ja. Maar om het afwisselend te houden, deden ze de ene dag het blokje in tegenwijzers in en de andere keer met de wijzers mee. Zot zijn doet geen zeer, maar in dit geval stel ik me toch wat vragen. Goed, dankjewel Ruben. Woensdag is filmdag en vanaf morgen kan u naar Un Monde gaan kijken. Een nieuwe Belgische film over een meisje wiens broertje gepest wordt op school. De film werd enthousiast onthaald in Cannes en ook in Gent. En vorig weekend won Un Monde nog de prijs voor het beste debuut op het filmfestival van Londen. Het bijzondere aan Un Monde is dat alles werd gefilmd van op ooghoogte van Nora, het meisje van 7. Nora wordt afgezet op school. Haar vader komt pas in beeld als hij bukt of op zijn hurken gaat zitten. Dat geldt voor alle ouders en volwassenen in deze film. Je sais, vas-y rentre. C'est pas que j'ai pipi. En dat mist zijn effect niet. C'est à cause de quoi alors? J'avais envie de filmer de cette manière à hauteur d'enfant parce que j'avais l'impression que c'était la meilleure manière pour que le spectateur puisse s'identifier à ce personnage et aussi qu'il soit immergé. Nora wordt gespeeld door Maya van der Beek en die heeft een theorie waarom kinderen elkaar op school pesten. Pourquoi ils font ça? Je sais pas. Je dirais pas harcèlement, je dirais plutôt de la méchanceté gratuite. Ils sont à une place et ils veulent pas changer et c'est ça que je trouve que ils sont méchants entre eux. Je veux rester avec toi. On jouera ce soir, d'accord? Meer dan 100 kinderen waren kandidaat om Nora te spelen, maar Maya maakte meteen een onuitwisbare indruk. Ze had 7 jaar en in feite ze m'a dit je veux donner toute ma force à ce film et elle l'a vraiment fait. J'ai jamais vu une enfant qui a autant de volonté, elle est extraordinaire. Madame Agnès, arrêtez! Arrêtez! Madame Agnès, mon frère se fait taper. Et ça va pas? Qu'est-ce que vous faites là? En
Maya zelf, die weet precies wat ze wil, sinds ze in Cannes op de rode loper voor de fotografen mocht poseren. C'était magique, c'était un rêve devenu réalité d'aller là-bas. Je voudrais continuer le cinéma. Nee? Comme actrice. Oui, comme actrice, parce que ça me plaît beaucoup. Dan heb ik nog het weer voor u. Vandaag was het eerst grijs, later kwam de zon er gelukkig wel door. Vannacht is het eerst licht bewolkt, later komen meer wolken opzetten met kans ook op lichte regen aan de kust tegen het einde van de nacht. Minima liggen tussen 10 en 16 graden. Morgen krijgen we regen en buien, blijft wel zacht met maxima tot 19 graden. Er staat een strakke wind met soms rukwinden tot 70 km per uur. De Nederlandstalige scholen in Brussel kampen met een groot lerarentekort. Dat was de opener van dit journaal. Sommige scholen dreigen zelfs te moeten sluiten omdat de 300 vacatures maar niet ingevuld geraken. Het merendeel van de leerkrachten komt ook uit Vlaanderen en vaak kiezen zij uiteindelijk toch voor een job dichter bij huis. Zo, bedankt voor het kijken. Ik wens je nog een mooie avond. Tot ziens. Niet heel goed begonnen, vingeren. Vooral de startende leerkrachten merken we toch wel de tendens dat die heel snel afhaken. Ik doe het nog altijd heel graag, maar het is heel vermoeiend, mentaal dan. Maar een leraar heeft maar 24 uur op een dag, heeft maar twee handen. Maar we gaan nu echt moeten kijken met de scholen hoe we zij-instromers, hoe we gepensioneerde leerkrachten, hoe we ondersteuners echt makkelijker kunnen inschakelen. Dan moeten we niet teruggaan naar de basis. En de basis is uiteindelijk goed onderwijs bieden voor onze kinderen. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.